We zijn op de markt van Heemskerk om aan de mensen te vragen wat ze vinden van de avondklok. Op zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Ja, aan één kant vind ik het wel goed, maar ja, ik weet niet of dat wel zo helpt. En gaat u zich er ook aan houden? Nou, wij gaan 's avonds nooit weg, dus wij zijn altijd thuis. Op zaterdag gaat de avondklok in. En wat vindt u daarvan? Het is een harde maatregel, maar ik denk toch ook dat het noodzakelijk is. Ik hoop dat in ieder geval dat het helpt. En op sociaal gebied, de jeugd zal er heel veel moeite mee hebben. En de mensen van mijn leeftijd wat minder, dat geloof ik wel. Ja. En gaat u zich er ook aan houden? Op het moment kom ik ook niet veel buiten. Ik werk in een verzorgingshuis, dus ik hou daar al rekening mee. Ik heb wel honden, dus ik kan even goed nog een rondje om. En dat is het dan ook voor even, ja. Voor zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Ja, het moet, hè. Dus wij komen zelf 's avonds niet meer op straat, al heel lang niet. Maar ja, het is natuurlijk een maatregel die ze nemen moeten. En ja, als iedereen zijn eigen eraan houdt, dan komt het misschien toch nog goed. En denkt u dat het gaat helpen? Te hopen dat het helpen gaat. Op zaterdag gaat de avondklok in. Kunt u mij vertellen wat u daarvan vindt? Ja, ik vind het een vrij harde maatregel. Want ja, het beknot toch de mensen in hun vrijheid, zeg maar. Maar als het nut heeft, dan ben ik 100% ben ik ervoor. Maar dat vraag ik me af, of het nut heeft. Dat vraag ik me echt af. Want ik denk toch dat, en vooral in studentenhuizen, dat mensen toch bij elkaar gaan zitten. En dat het toch bij elkaar klitten is. Dus ik vraag het me af of zo'n harde maatregel überhaupt nut heeft. Ja, dat maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Het is van 9 tot 5:30, geloof ik. Zolang het maar nut heeft, dat vind ik het belangrijkste. Op zaterdag gaat de avondklok in. Kunt u mij vertellen wat u daarvan vindt? Nou ja, ik heb er hele gemengde gevoelens bij. Ik weet niet of dat gaat werken. De meeste mensen zitten toch al thuis. Het is donker, dus niemand gaat over straat. Ja, misschien je hondje uitlaten inderdaad. En de jongeren die gaan het anders creatief oplossen, denk ik. Ja. En gaat u zich er zelf aan houden? Ik kom 's avonds al niet eens meer op straat. Dus voor mij zit het bank hangen. Ik kom 's avonds niet op straat. Ik heb geen huisdier om uit te laten. Maar ik kan me voorstellen dat voor de jeugd heel zuur is dit allemaal. Op zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Heel goed. Ja, nou, ik kom toch niet buiten zijn. Dus het is voor mij natuurlijk helemaal. Maar voor de jeugd is het niet zo leuk. Dat is het ergste. En denkt u dat het ook gaat werken? Zeker, anders doen ze het niet. Het zijn allemaal geleerde mensen die daarop gestudeerd hebben. Ja, dat kan niet anders. Op zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Prima. Ja, ik heb een hond, dus ik moet hem uitlaten om 10:30. Maar ik vind het wel goed. Dus luisteren moeten we met z'n allen, maar ja, dat blijkt moeilijk te zijn. Maar ik vind het wel, ja hoor, geen groeperingen meer proberen. En wachten dat de corona vertrekt. En denkt u dat het gaat werken? Als iedereen binnen blijft en geen... Kijk, ze hebben het volgens mij gedaan. Dat de jonge jongens en zo, dat de jonge mensen niet bij elkaar komen 's avonds en feesten en wat ik van wat. Dan blijken ze toch te doen. En als het daarom is, dan is het goed. Dan is het prima. En dan zal het werken, denk ik, ja. Zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Het is wat het is. We hebben er maar mee te dealen. En je kan er voor de rest niks meer van maken. En gaat u zich eraan houden? Ja, zeer zeker. Ja hoor. Ja, dan zijn we er het snelste vanaf, denk ik dan maar. Als iedereen zich eraan houdt, dan is het gewoon goed. Het zal moeilijk worden. Het zal moeilijk worden. Maar... En denkt u dat het gaat werken? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Dat moet ik maar zien en ik durf daar niks over te zeggen. Zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Komt toch niet buiten na 7:00. Het is veel te gevaarlijk. Niet meer naar buiten gaan. Als je ouder bent. En denkt u dat het gaat helpen? Wel. Dat denk ik wel, vooral voor de jongeren. Maar het is even 2 weken, hopelijk. En dan hopen we dat het minder kan. Je moet er wat voor over hebben. Zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan?
Kijk, ik ben een introvert, dus ik vind het wel fijn om gewoon lekker thuis te zitten. Normaal ga ik in de avond niet weg. Maar ik weet niet, misschien is het gewoon psychologisch een effect wel op jou dat je een beetje opgesloten voelt. Je hebt minder vrijheden, maar aan de ene kant, ja, het is om de besmettingen wat minder te maken. Maar ja, of het gaat werken, kijk, wij jonge mensen vinden wel altijd een weg om regels te omzeilen. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet wat ik ervan vind. Wat als je iets gebeurt wat urgent is, een noodgeval. Dan mag, wat mag dan wel? Oké, je mag honden uitlaten. Waar is de grens eigenlijk? Op zaterdag gaat de avondklok in. Wat vindt u daarvan? Ik heb er geen last van. Dus we zijn al oud, dus we zitten gewoon thuis. Televisie kijken, achter de computer. Dus, Alleen voor de jongelui, dan is het een beetje anders. Want wij hebben ook voor ons huis ook een plek voor de jongeren. En die zitten daar vaak 's avonds. En in het weekend even langer. En denkt u dat de avondklok gaat helpen? Nou, alle beetjes helpen.